Welkom bij Liane's Primer. Zo, bloemtechniek. Ik ga weer eens wat gieten. Ik moest boven toch wat uitprinten. En ja, als ik eenmaal boven ben. Oké, we hebben hier natuurlijk de badkamerverf gemengd met water. En als het goed is, ben ik vergeten mijn paletmes schoon te maken. Maar van deze heb ik er gelukkig een aantal. Moet die toch echt, ja, in ieder geval dun is hij niet. En ja, ik heb toch wel moeite met deze dikte, want ik merk toch met opdrogen dat het toch een beetje, de ene keer barst het wel en de andere keer niet. Nou, ik weet wel inmiddels dat je een goede laag erop moet doen en dus niet te weinig, wat ik eerst deed. Dus ik ga even lekker, nou ja, dit blijft er natuurlijk niet op, hè. Dit is natuurlijk wel weer heel overdreven dik. Maar ik ga hem even besmeuren met verf. En dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, en dan ga ik dus nu, als het goed is, is dit met de Vivid Enamel. Met de Gloss Varnish van Vallejo heb ik. Nu ziet het wel duidelijk in beeld. Want ik zag met Erte dat ik deze te hoog had zitten. Dus deze twee zitten nu in deze bakjes. Ja, want in die andere was de polypoor. Ja, oké. Nou, ik ga gewoon wat erop doen. En dan moet ik eigenlijk met een schepje doen, maar dan moet ik het weer afwegen. Dus... dan doe ik het maar even zo. Oké. En dan wil ik toch even een stukje met zo'n paletmes kijken of dat lukt. Dan pak ik gewoon even een stukje. Dus ik leg hem dat hier op. Ja. En dan moet ik dit zo. Overheen wrijven. Ik vind alleen dat ik van die kleine celletjes krijg. Maar hij doet het wel. Ja, dan moet je wel hem aanraken. Ik durf hem dus niet aan te raken. Oh, dan ben je natuurlijk wel weer te veel van je cel-activator kwijt als ik hem dus niet aanraak. Ja, hij doet het mooi wel. Ja, ik ga toch door. Dan vind ik het doodeng. Ik doe hier dat ronde plaatje en dan veeg ik daar mijn dingetje op af. Volgens mij, nee, dat werkt ook. Nee, dit kost denk ik gewoon wat meer, want ik vind het doodeng om het erop te zetten. Dus dit kost gewoon even, natuurlijk meer cel-activator, dan dat je natuurlijk een drupje doet en je gaat er blazen. Ik raak hem dus niet echt. Oh, moet je kijken. Ja, dan mis ik hem, daar mis ik hem dan weer net een stukje. Ja, anders wordt mijn cel-activator hier ook vies. Wauw. Mijn cel-activator is duidelijk goed. Zonder dat ik dan net een in het midden, dan toch, omdat ik geen kracht durf te zetten,
dat hij dan net dat middelste dus niet pakt. Ik moet alleen even kijken hoe ik dit anders kan doen. Want ik ben bang dat ik op deze manier met het steeds afwegen. Want ja, anders wordt je dingers, je celactivator vies. Of ik niet op deze manier te veel celactivator. Ja, ben je sowieso kwijt. Maar ja. Oh, nu doe ik ook de bovenkant. Dat is nog niet de bedoeling. Nou ja. Ja, je durft ook dus niet te veel weg te schrapen. Oh, dit is misschien een beter idee. Want nu kan je hem langzaam schuin houden. Ah, dan komt het er sowieso op. Ah, dan komt hij er sowieso op. Ongeacht of ik durf of niet. Ah, yes. Dat is een goed idee. Aha. Oh, dan moet ik niet alles aan de bovenkant eraf smeren. Aha. Dus ik doe hem wel. Ik doe hem eronder. En als... Het is wel erg veel activator. Ik kan nu gebruik ik dus wel te veel activator. Maar dat geeft niet. Want op het moment dat ik hem dus niet durf aan te raken, doe ik hem een klein beetje schuin. En dan valt het natuurlijk eraf. Ja, goedemorgen, Liane. Maar ja, daar was hij al mooi, lieve schat. Dus je hoeft hem niet verder te doen. Wauw, god mijn, wat een cellen. Oh, en die kleuren. Nou. Oh mijn god. Moet je kijken. Kom op. Kijk dan. Dus je doet hem op je paletmes en je houdt hem een klein stukje schuin, zodat je toch alles raakt. En wat je niet raakt, dan loopt hij op af. Zoals niet wat ik in het begin deed, want dan was ik gewoon bang om te raken en dan miste ik steeds stukjes. Ja, het kost wel natuurlijk een stuk meer celactivator dan dat je natuurlijk een druppel erop doet of twee en dat je blaast. Dat klopt. Maar ik vind me dit een partij mooi. Wauw. Wauw. Echt prachtig. Wauw, wauw, wauw. Die kleuren. Echt niet normaal. Wauw, 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 wauw. Ik ben helemaal totally surprised. Alleen nou wil ik dat natuurlijk, dat dat een beetje bijtrekt. Oh, nou moet je wel recht staan. Zodat die niet meer die verdikking en die barsten krijgt te zien. Het is dan geen bloem, maar het is dan een, ja, een swipe met celactivator. De eerste swipe met celactivator. Wauw. Zie je? Wauw. 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 Je ziet niet meer alle kleuren terug. Maar, oei, 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 oei.
Ja, ik wil dit hoekje niet helemaal kwijt, hoor. Ik wil hem iets mooier hebben, maar ik wil hem niet kwijt. Dat is geel. Ik wil hem net even een tikkie mooier hebben. Ja. Oké. Wauw. En dan wil ik toch nog even iets gaan doen, want dat vond ik laatst in een... In een werk vond ik het ook heel mooi om te doen. Dan pak ik toch een beetje zelactivate ervoor. Dat is om... Ik denk wel dat ik het nou niet verpest met dit. Twijfel ik nu in één keer over. Dus dan pak ik toch mijn... Nee, dit gaat niet goed. Wacht even. Wacht even. Dit vind ik dus niet mooi. Wacht. Ja, nu weet je natuurlijk hoe je dingen zo kan beïnvloeden. Dus. Oh, dat is weer net een beetje te veel. Ja, weet je net hoe je dat een beetje... Oh nee, kut, dan gaat hij er overheen en dat wilde ik nou net juist niet, ik wilde alleen een randje doen. Dus ja, Liane, dat moet je dus toch niet uit het bakje doen. Daar baal ik nu van, want nou is hier die slier. Nou ja, daar kan ik misschien nog wel iets mee. Ik moet dus het zo doen en dan alleen maar zo rustig aan met beleid waar ik hem hebben wil. En dat... Heeft Liane niet zo. Ja, ik ga toch nog even. Oh, wat zonde. Zie, ik had gewoon weer moeten stoppen. Ik ga weer te lang door. Yep. Kut. Sorry. Hè? Nee. Ooit leer ik het. En er zal uiteindelijk wel een reden voor zijn dat hij uiteindelijk heel mooi wordt. Alleen, dan moet ik weer gaan knippen en plakken. En dat wilde ik nou een keer niet. Dat is het enige. Nee, ik moet gewoon nog even een randje opnieuw swipen. Terwijl ik wilde eigenlijk kijken of ik de blaastechniek nou onder controle had. Gezien de vorige video dacht ik van wel.